Aan het nummer op de rug van de Nederlandse renners te zien weten de Spanjaarden niet hoe de Nederlandse vlag eruit ziet. Nou ja, we hadden eigenlijk gezegd we knippen het eruit, maar ja, dat is ook weer niet zo aerodynamisch, hè. Maar ach, dat ze niet weten hoe onze vlag eruit ziet is niet erg, zolang ze onze renners maar kennen. En Robert Gesink kennen ze zeker. Hij rijdt goed en voelt zich goed. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met hoe we ervoor staan. Vandaag ook weer een lastige berg op aankomst, maar ja, wat ik al zeg, we staan er denk ik goed voor. En hopelijk vandaag ook weer een goede uitslag. En die goede uitslag die kwam er zeker. Na een spannende etappe door een val van Valverde en de waaiers die daarna ontstonden, melden Ten Dam, Mollema en Gesink zich bovenaan de slotklim bij de eerste. In het klassement stijgt Mollema naar plaats 4 en Gesink naar plaats 5. Lastige aankomst, maar daarvoor ging ik op de kant. Dat was eigenlijk nog het lastigste. En nou, eerlijk te zijn, het was niet mijn beste dag, maar ja, als je dan doet wel goede zaken, zeg maar. Als je niet je beste dag toch zo bij zit en doorkomt, dan doe je het denk ik goed. En zijn de eerste twee lastige bergritten in ieder geval doorgekomen. De Rabo-renners moesten zich na afloop van de etappe in de buitenlucht opfrissen en omkleden. Sommigen namen even een douche bij Vacant Soleil. De eigen bus had namelijk pech onderweg. Ja, wielrenners improviseren, dat zie je vandaag tijdens de etappe ook. En, ja, na de etappe, als er geen bus is en het zonnetje schijnt, dan maar even buiten wassen. Daar staat hier ook niemand van te kijken. Laurens ten Dam werd de beste Rabo-renner op de 7e plaats. Ja, ik had gewoon goede benen. Dus toen Contador aanviel, heb ik het gat op Rodriguez dichtgereden met Robert in mijn wiel. En toen zijn we in het wiel van die mannen van Katusha blijven zitten. Ik heb hun het werk laten doen. Toen we terugkwamen, Contador, ik denk, geef er eens een lap op. Ik kreeg een gaatje, alleen we raakten met 4 man weg en ik hoopte eigenlijk nog naar Tony en Martin toe te rijden, maar die was net te ver weg en we werkten ook niet goed genoeg samen. Maar uiteindelijk blijf je dan net voor de groep en word je 7e uiteindelijk in de daguitslag.